Goedemorgen, van harte welkom bij weer een nieuwe morning setup. En het weer is hier nogal onstuimig. Het is dan weer heel erg zonnig, dan weer heel erg regen. En ik durfde het net niet aan, want de buienradar zei er komt binnen nu en 5 minuten een regenbui. Dus ja, ik ben weer even binnen. En het thema van vandaag, dat gaat een beetje over wat ik zelf op dit moment voel. Namelijk, we zijn een beetje uit die donkere winter aan het komen en de lente is ook nog niet helemaal daar. Dus het is een soort van, noemen ze ook wel de liminale fase, een soort tussenfase waarin het ene nog niet helemaal weg is en het andere er nog niet helemaal is. En regelmatig zitten we natuurlijk in het leven in dat soort fase en nu gewoon in het seizoen. Dus vandaag een morning setup speciaal daarvoor. En als je kunt, kom je staan. En als het niet gaat, dan blijf je natuurlijk lekker zitten. En doe je het gewoon mee, zo goed als het gaat. En wat we als eerste gaan doen, is eventjes wat spanning laten afvloeien. Dus kijk eens of je je handen zo kunt flexen. Handpalmen zijn naar beneden. Op een manier dat je net voelt, hier begint wat spanning te zijn. Dus misschien hier valt het nog mee, dan kom je iets omhoog. Ik voel het nu al. Misschien wil je dan nog iets verder, maar doe het op 70% van je kunnen. Dus ga niet tot het uiterste, maar hou het heel eventjes vol. En terwijl je daar bent, rol je zachtjes je nek in een schuine positie. En waarschijnlijk elke keer als je één kant op bent, voel je het in de andere arm iets meer strekken. En dat is eigenlijk precies wat we willen. Je kunt ook een halve cirkel trekken, een halve cirkel maken onderlangs. En terwijl je dit doet, voel je bij jezelf, waar voelt het allemaal heel stijf. En met jouw intentie laat je nu, als het ware met elke uitademing, iets meer van die spanning gaan. En nadat je dit een paar keer gedaan hebt, dan laat je het los. Dus kom je tot stilstand en laat je arm even verzachten. Laat ze heel even hangen. En voel eens bij jezelf hoe het voelt. Misschien voel je meteen wat zwaarte in je armen. Voel je dat er allemaal subtiele energie op gang komt? Misschien voel je in je nek dat het nog iets te kort was, dat je het nog een keer wil doen. Wat voel jij? En sowieso houden we heel veel spanning vast aan de bovenkant. En deze korte, simpele oefening is een hele goede manier om wat van die spanning los te laten. En dan doen we dat nog eens extra vandaag. En deze is speciaal voor jou, Chris. Voor de spanning die we vastzetten bij de kaken. Dus pak even je vingers en voel bij het scharnierpunt, bij de kaken, hoeveel spanning daar zit. Misschien kun je zachtjes masseren. Even wat liefde geven aan jouw kaken. En de kaken die hebben rechtstreeks verband met het eerste chakra, met botten, maar ook met veiligheid, met je bestaansrecht. En als er veel spanning vastzit op je kaken en je vindt dat lastig om je kaken te ontspannen, dan kan het raadzaam zijn, kan het helpen om als het ware wat meer aandacht aan jouw veiligheid te geven, aan jouw gevoel van veiligheid. En ik heb er alles vaker over gesproken. Mijn 24 dagen healing boost gaat natuurlijk helemaal daarover. Maar als je je hoofd denkt vaak, ik ben toch gewoon veilig, er is niks aan de hand. Maar voor je zenuwstelsel kan dat gewoon heel anders aanvoelen. Dus om dat verschil te voelen, doen we een hele korte oefening om die kaken eens eventjes wat meer aan te spannen. Dus terwijl we hebben nu net even gemasseerd, dan laat je het even gaan. En voel eerst eens, als je nu je mond gesloten hebt, hoeveel ruimte er zit tussen je
tussen je tanden, tussen je voortanden, de boven- en de onderkant. En voel eens hoe hard de kaken op elkaar staan of dat er iets ruimte is. En het gaat alleen maar om waarnemen, een paar seconden, dat je het waarneemt. Oké, is het een millimeter of is het 2 millimeter of zit het eigenlijk strak op elkaar? Het is geen goed of fout, gewoon waarnemen. En dan breng je je beide kiezen, je boven- en je onderkaak, breng je met spanning even op elkaar. 10 seconden ongeveer. Dus bijt maar alsof je iets hards bijt. En terwijl je dat doet, voel je hoe weinig ruimte er dan nog tussen je tanden is. Dus houd het nog heel even vol. En dan laat je je kaak even los. Misschien wil je een klank maken, dat is wat bij mij automatisch gebeurt. En zet dan je... Sluit dan weer je mond. En kijk eens hoe het nu voelt. En ben je nu weer terug naar dat harde op elkaar knijpen? Of is er wat ruimte tussen je kaken? En met een ontspannen kaak, dan is er eigenlijk een klein beetje ruimte tussen je boven- en je onderkaak. En nu we dat een keertje gedaan hebben, doen we nog een keer de oefening om wat spanning af te laten vloeien. En om dat te doen, zetten we dus eerst weer de spanning wat aan. En misschien lukt het nu om je armen alweer ietsje hoger te doen dan net. Dat is wat ik merk. Ja, ik voel het nog steeds. En de spanning in de fascia van de armen, de spieren. Eigenlijk alles wordt eventjes geactiveerd hier. En het idee erachter is dat als je eerst als het ware de spanning verzamelt, waardoor, ja, het voelt ongemakkelijk, het is niet comfortabel, maar verzamel het maar met jouw bewustzijn, met jouw intentie. En wie weet wil je het zelfs nog iets groter maken door weer zo'n rondje te maken met je hoofd, met je kin, met je kaken dus ook. Dus ontspan, blijf in die ontspannen staat met je kaken en zet de intentie dat alles wat je nu voelt aan spanning, dat naar beneden, naar je armen, via je vingers straks afgevoerd wordt, zodra we het loslaten. En misschien merk je dat je afgeleid bent, dat je het heel vervelend vindt, dat je losgelaten hebt. Is allemaal goed. En kijk eens of je dan weer terug kunt komen. Want ja, soms zitten we gewoon in niet comfortabele situaties en dan helpt dit om te weten, oké, we gaan er weer doorheen. Ik ben erbij, ik kan dit aan. En dan laat je het gaan. En om het nog wat kracht bij te zetten, het laten gaan, mag je, als je wilt, wat schudden. Shaking the tree. Zodat alles wat er mogelijk van boven naar beneden nu aan het bewegen is, dat via je handen, zo je vingers naar buiten kan vloeien. Als je wil, gebruik je iets je knieën erbij. Maak je het schudden nog iets groter. En al onthoud je maar 1 oefening, dan is dit een van de belangrijkste oefeningen om regelmatig te doen. Gewoon alles even lekker afschudden. En dan kom je tot stilstand en voel maar eens even na hoe het nu voelt. Misschien merk je op dat er meteen weer de neiging is om spanning in je kaak te brengen. En als dat zo is, maak jezelf niet fout daarvoor. Maar in plaats daarvan focus je op jouw zenuwstelsel, op jouw omgeving. Zet je zintuigen even aan en vraag jezelf af, is het op dit moment nodig om me alert te voelen? Om me onveilig te voelen, om spanning vast te houden in mijn kaken of op de plek waar jij dan ook maar die spanning vasthoudt. En misschien viel het jullie op, maar daar kan
je zenuwstelsel. Als je dit vaker traint, dan kan eigenlijk heel makkelijk een soort spontane, diepe ademhaling komen. En als je dat opmerkt, dan weet je, oké, het is nu weer veilig. En wees niet verbaasd als je dan 1 of 2 seconden later weer in die spanning zit. Als je dat hebt, dan weet je, oké, mijn zenuwstelsel is overbelast. En het enige wat je dan kunt doen, is daar heel bewust bij zijn. Heel bewust voelen. En elke keer weer opnieuw jezelf liefdevol shiften. Met die vraag, is het voor mij nu veilig? En als dat zo is, dan ontspan je weer. En met deze laten we ook nog een beetje meer een flow doen. Dus ik verstrengel de vingers, de handpalmen zijn erboven en je ademt met liefde, verse energie naar boven. Dan zo'n beetje bij je gezicht draai je je handpalmen naar buiten en rek jezelf helemaal uit. Ik sta net niet helemaal in beeld, maar je mag het boven je hoofd doen. En dan laat je het gaan. Dus je verstrengelt je vingers, kom maar naar boven, adem in. Dan draai je je handpalmen, adem uit. Laat je handen helemaal naar boven gaan. Je kunt je ogen even naar boven rollen. En als het ware contact maken met de hemel boven je, de universele energie. En dan laat je het gaan. En als je dit wil combineren met een ademhaling, wat heel fijn is, dan is die als volgt. Dus je ademt in. Dan adem je uit op de rest van het stukje omhoog. Blijf heel even hier staan en adem weer opnieuw in. En terwijl je hier bent, kun je jezelf nog wat langer uitrekken. Geef ruimte in je bekken en adem uit. En dan doen we dat nog 1 keer en dan blijven we boven om nog de zijwaartse stretch te doen. Dus adem in, rol je handen, adem uit. En dan adem je nog een keertje in. Stretch jezelf even naar beide kanten terwijl je je adem nog steeds ingehouden hebt. Hoeft ook niet zo lang. En adem uit. En dan voel je weer na met je handen op je onderbuik. Adem rustig. Kijk nog eens eventjes in je lichaam. Merk eens op, neem eens waar. Of er misschien plekken zijn waar je die spanning nog vasthoudt. Waar je die spanning nog voelt. En wie weet kun je met jouw intentie gewoon door je aandacht er naartoe te brengen ietsje verzachten. En als dat niet lukt, is dat geen enkel probleem. Dan is het nog steeds jouw intentie wat maakt dat jouw lichaam zich gehoord voelt, zich gezien voelt. En als je dat elke dag regelmatig doet, zo vaak als je eraan denkt, dat is eigenlijk de grote uitdaging. Dan zul je merken dat je lichaam meer en meer en meer gaat samenwerken eigenlijk met je hoofd. Dus dat je vrij snel een soort mini gesprekje kunt hebben met, oh ja, maar hier zit spanning. Oké, nou, is het nodig? Nee, het is niet nodig. Oké, nou dan ontspannen we weer. En ja, zo snel als ik dit gesprekje zeg, in het echt gaat het nog veel sneller. Want is het eigenlijk gewoon zo'n, ja, bijna een interne dialoog die er gebeurt. Maar dit is om het even op de luidspreker te zetten. En ondertussen heb ik even het onderste krachtcentrum van het lichaam, de lower dantian, de onderbuik, heb ik geactiveerd met de chi die daarin zit. Zodat je meer en meer en meer contact hebt met jouw innerlijke energiebron. En vandaag was het dus een hele rustige morning setup. Niet veel beweging, maar eigenlijk heel bewust inchecken bij, hoe voelt het?
En het is eigenlijk het herprogrammeren van bepaalde patronen. Dus als er veel spanning is of veel, veel stress, waardoor je lichaam eigenlijk in een stressstaat is geraakt of in een freeze, om dan eigenlijk heel liefdevol daar naar te luisteren en jezelf te geven wat je nodig hebt. En met deze woorden sluit ik de morning setup af. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Het is de grootste uitdaging om geduldig te zijn met jezelf. Zeker als er fysieke kwalen zijn, fysieke klachten. En zeker als het al heel lang duurt. Maar de beste methode is om er gewoon bij te zijn. Liefdevol te zijn. Het geduld te hebben met jezelf, met je lichaam. En dat is een practice. Dat is een oefening. En ik hoop dat de morning setup daaraan bijdraagt. Dus van mijn hart naar jouw hart wens ik jou daar heel veel liefde, heel veel zachtheid voor jezelf. Een heel fijn weekend en ik ben er maandag weer. Namaste.